Voorzitter, er zijn zoveel geruchten rond centrale bank. En de enige instantie die geruchten kan wegmaken, dat er weer een beetje zekerheid, vertrouwen in de samenleving komt, is de regering. En we horen niks van de regering. Tweede, voorzitter, er is een MOU, een Memorandum of Understanding, getekend toen de tijd 2016 tussen de minister van Financiën en de governor van de centrale bank met betrekking tot het niet ter beschikking stellen van financiën maar voor monetaire. Voorzitter. Nee, maar het gaat erom dat die MOU, wat we gehoord hebben, door de regering ongedaan gemaakt is, eenzijdig voorzitter. Wil ik van de regering weten of die MOU nog steeds bestaat, of klopt de informatie, voorzitter, dat de regering die MOU beëindigt, want dat regering gaat die weg vragen. Openen voor die monetaire financiering? We gaan die regering vragen. Wij hebben de behoefte om aan uw college voor te houden dat de regering niet van plan is om te reageren op zaken die berusten op gossips. Ja, dus daarmee heeft de regering, als ik het goed begrepen heb, gezegd dat de kwestie van president Centrale Bank berust op roddels, gossip. Dus het heeft geen grond van waarheid. Dat heeft de regering nu gezegd. En we gaan dus in een ander stadium in, na dat te hebben onderzocht, waar de bron van de informatie ligt. En ik denk dat we dus in dit verband ook de kwestie van de MOU tussen de minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank moeten interpreteren. Voor ons zeggen wij in de huidige omstandigheden, gezien de situatie waarin Suriname zich verkeert, dan is de MOU voor ons van geen waarde. Dat heb ik duidelijk gezegd. Er zijn zoveel geruchten rond centrale bank. Klopt de informatie, voorzitter, dat de regering die MOU beëindigt? We gaan die dat gaat die weg vragen. Openen voor die monetaire financiering? Wij hebben de behoefte om aan uw college voor te houden dat de regering niet van plan is om te reageren op zaken die berusten op gossips. Ja, dus daarmee heeft de regering, als ik het goed begrepen heb, gezegd dat de kwestie van president centrale bank berust op roddels, gossip. Dus het heeft geen grond van waarheid.